gecreëerd, ook in de klas, echt een groepsgevoel. En het is super grappig om iedereen in die shirts te zien en ook de docenten. Ik ben naar de Kringloop gegaan om daar een shirtje te halen. Ook voor het klimaat, dat beter. Je moet ook doneren. Ja, ik heb zelf ook al €5 overgemaakt, dus ja. Het is wel een beetje een eenvoudige actie, hè? Vergeleken met die bucket challenge die een paar jaar geleden gehouden werd voor ALS. Nou, het is vooral een actie die heel erg opvalt. Je ziet echt dat er op school iets gebeurt, omdat er iedereen in die voetbalshirts loopt. En zo steekt het ook aan. Hele moeilijke en hele ingewikkelde acties, daar gaat natuurlijk niemand aan meedoen. En het doel is natuurlijk wel dat we geld gaan inzamelen, dus dat zou een beetje dom zijn. Maar de Bucket Challenge deden heel veel beroemde Nederlanders ook aan mee, hoor. Ja, dat klopt, maar het is nog in zijn beginnende fase, hè? Dus zeg nooit nooit. Het zou nog kunnen dat het uitgebreid wordt. Ik hoop het. Ik hoop dat gewoon Nederland breed wordt. We hebben ook Praatje Vrijdag, maken gewoon een officiële voetbalshirtweek van. Dat is toch hartstikke tof.